Ezekiel, het lichaam van Christus. Sebastian, het lichaam van Christus. Amen. Het lichaam van Christus. Geef dat we door het lichaam en bloed van uw zoon, vol van de heilige adem des levens, één lichaam worden en één geest in Christus. Mogen u ons maken tot een eeuwige gave aan u. Opdat wij met uw uitverkoren het land van uw erfdeel tegemoet gaan, tezamen met de maagd en moeder van God Maria, met uw apostelen en met de martelaren, die van uw eer getuigen met hun bloed. En laat onze broeders en zusters, ja laat alle die voor ons zijn heen gegaan naar uw rijk, het aangezicht tegemoet gaan van de Messias. En laat hen binnengaan, daar waar ook wij hopen, eens en voor altijd te worden verzadigd met uw heerlijkheid, door Christus onze Heer, in wien gij de wereld toch rijkelijk schenken wil, al wat goed is. Door hem en in hem. Van uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Nou, een lekkere vlaafflip. En aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderrichten durven wij zeggen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heel ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schuld, zoals ook wij een ander hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwaad. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Vandaag is toch wel een bijzondere dag geweest, want ik ben er vannacht om 3 al opgeroepen. Omdat een van mijn bewoners, waar ik al jaren 7 voor gezorgd heb, vannacht is overleden. We zagen het al een poosje geleden aankomen dat de broeder daar naar het einde toe ging. Maar het is toch nog vrij vlot gegaan. Als ik dat zo bekijk hier op die bijaard, waar gemiddeld elk jaar zo'n 10, soms tot 15 broeders per jaar sterven. Ja, dan wordt de groep steeds kleiner, het clubje wordt steeds kleiner natuurlijk. Hè. Die hebben jullie het allemaal waarschijnlijk al gelezen, hè? Ja. Vannacht, Marielle die belde mij om 3 uur vannacht. En
Nou, bij mijn gedachten kwam al, waarschijnlijk is broeder Theo overleden. Die gedachte zat er mij al achter. En het was ook zo. Dus ja. Ik ben vannacht om 3 uur opgestaan. Hij is keurig afgelegd. Als we straks, jullie straks met z'n tweeën eventjes meehelpen om naar het mortuarium te brengen. Ja. Heb je last pas nog gezien? Hè? Nee? Ik heb gisteren even. Gisteren nog? Ja, ja, de lift vertelde ze me. Oh. Je hebt toch een band met iemand? Ja, dat krijg je. Ja, dat kan ik me best voorstellen. Dat is zeker een band. Ja, zeker een band. Maar dan maken we allemaal een keer mee, Tessa, hoor. Het is niet de eerste keer, hoor. Ik heb het al meer meegemaakt, hoor. Dat is helemaal niet erg. Zo verwerk je het ook best, hè. Goed. Ik denk, je gaat vandaag maar met haar mee, hè. Loop je dicht of open laten? Maar dicht doen, hè? Ja.